Deze stapel papier per statenlid is nodig voor één vergadering van Provinciale Staten. En er zijn 55 statenleden. Alleen al deze stapel papier keer 55 kan dus worden bespaard als alle dames en heren politici overschakelen op zogenoemde tablets. 5 statenleden hebben er daarom een op proef gekregen. Bevalt die? Nou, het is nog echt even wennen. Ik ben niet zo'n computerheld, om het zo maar eens te zeggen. Ik ben daar zelf überhaupt niet zo handig in, dus voor mij is het wel even wennen. Ja, het bevalt uitstekend. Ik was er in eerste instantie behoorlijk sceptisch over. ICT is altijd een moeilijk vak voor me. Hij is heel mooi, maar er moeten nog wat meer apps op om echt goed mee te kunnen werken. Dus ik kan er op dit moment nog niet goed mee werken. Maar ik ben er nu mee bezig en ik moet er wel aan wennen uiteraard. Het is ook een klantvriendelijk of gebruiksvriendelijk apparaat. Maar ik heb voorlopig nog wel echte wenningsverschijnselen. Toegegeven, de provincie Brabant is zeker niet de eerste die met zo'n proef start. Enkele provincies en een aantal gemeenten gingen voor. Maar u hebt toch nog dat pak vergaderpapier bij u. Ja, op de eerste plaats omdat er nog niet alles op staat. Dus ik heb nog niet de mogelijkheid om het te lezen. Het is tamelijk vroeg nog om te zeggen of het alle bergen papier die wij gemiddeld genomen in de maand binnenkrijgen, of dat allemaal kan vervangen. En op de tweede plaats is het natuurlijk de vraag of dat je het papierloos kunt. En de post, ja, ik krijg van alles, dus van alle commissies, omdat ik fractievoorzitter ben, dus ik krijg zulke pakketten post. Als ik nou zie hoe pakken papier dat wij thuis krijgen, die ook allemaal maar deels gelezen worden. Dat is elke keer als ze dat tegen me zeggen van, dat scheelt zoveel bomen. En dat geloof ik ook zeker, want als ik zie wat ik hier allemaal binnenkrijg. En dus als je dus op de iPad die informatie krijgt, dan lees je waar je zin in hebt of wat je nodig hebt en de rest dan lees je niet. Dus al dat papier, nou, ik ben zo blij dat we hiermee gaan werken. Ik was een van de grote voorstanders hiervan. Ik vind echt dat we op deze wijze digitaal moeten gaan werken. Over een maand moeten de statenleden hun iPads weer inleveren. Dan wordt bekeken of het op termijn goedkoper is om met deze tablets te werken in plaats van met papier.